ja, hoe je de bocht aansluit, maakt gewoon het verschil. En dit is dan de wedstrijd. Monique van der Vorst is in supervorm. Dat bleek gisteren toen ze zilver won op de tijdrit. Vanaf start probeert ze de wedstrijd hard te maken, zodat de anderen allemaal moeten afhaken. Op één na, de Duitse Andrea Eskau, de grote concurrente. Van der Vorst doet het meeste werk, de Duitser lijkt alleen maar te kunnen volgen. Maar dat kan ook tactiek zijn. Het zijn 3 rondjes op het Olympisch wegcircuit, in totaal 36,3 kilometer. Het is op het lijf van Van der Vorst geschreven. Niet te veel klimmen, lange afdalingen en een aankomst die mogelijkheden biedt voor een lange sprint. Nog een half jaar geleden was Van der Vorst betrokken bij een zwaar ongeluk in Amerika, tijdens een training. Daarna koos ze haar eigen koers met haar eigen begeleidingsteam. Dit zijn de laatste moeilijke bochten voor de finish. Er wordt gekeken, er wordt gepraat en dan wordt er gesprint. Dat is spannend. Het is een close finish, maar Monique van der Vorst komt net te kort. Goud is er voor Eskau, het zilver is opnieuw voor Monique van der Vorst. Ja, het ging goed en ik moest van eraf komen. Dat lukte niet en ik had hier een gaatje en toen was je weer terug. Dus toen een beetje snel laten gaan, haar kop dringen en dan geeft ze je zo'n handje, de wil ze een handje geven voor Monique, dus ook. Ja, focus op die sprint, het is pas over op de finish. Ja, dan doet ze dit. Dat vind ik gewoon geen stijl.